dat dachten we 2 jaar geleden ook, dat dachten we 1 jaar geleden ook, dat dachten we eigenlijk 3 jaar geleden ook, dat je het begin niet was. Ja, we zijn 3 jaar geleden een beetje begonnen en ineens sta je over 20.000 man op Pinkpop te spelen. Dat is echt een absurd idee, een absurd gevoel en daar zijn we al gewoon heel erg groot. Ik ben toch wel een beetje trots op hem, Tom. Ik ben bang dat hij gewoon drum solo op Pinkpop. Maar als ik terugdenk aan die 3 seconden ervoor, want er ging 1 microfoon echt zo precies in dat nummer voor de drumsel, waar die drumsel aan vast zit. Ging die microfoon, die viel eraf. Dus die lag zo midden op mijn ton. Die kwam hier recht zetten, toch? Ik keek zo naar rechts, ik kan zien, het komt zo aangesprint. Ik weet ook dat de drumsel eraan zit gekomen. En echt gewoon 2 seconden voordat de drumsel begon. Hij zo, is het goed? Ik zeg oké. Ik ging even de drumsel. Nee, gewoon een handtekening voor Amnesty International, dan een hoedje. En dan gaan ze dan per opbod verkopen en dat wordt dan geld waard voor een goed doel. Ja, dat is En jongens, hij vertelde net dat hij 20 jaar geen cd heeft gekocht en die van jullie heeft hij gekocht. Yes! Yeah. Yeah. Hey, hoeveel is het? Hij is een grote fan. Yes, heel goed. Dat heb ik ook een slecht leven. Hé, wacht, ik ga nu even kijken met wie ik te maken heb. Wat is er gewoon aan de hand? Het is een soort studeerfabriek. Oh jezus, dat is echt fabriekswerk. Ja, gewoon 2 seconden maximaal per fan. Dat vond ik echt jammer. Normaal spreek je ze heel even. En dan is het best belonend om al die fans even te woord te staan. Maar nu was het was best wel onpersoonlijk. Eigenlijk niks voor ons. Dat kon je ook wel merken, want we kregen het tempo er niet echt in. Omdat we dan toch praatjes begonnen te maken en zo. Maar nu weer door. Ik heb geen idee. Waar gaan we heen eigenlijk? Ik heb geen idee. Geen vrouw meer. Jimmy's coming down the crossing that way. Up on the boulevard, like they've got my parade. Another silhouette, we did your body down. Laatste doosjes van de dag. Nou, die komen straks eigenlijk aan de bar, maar qua spelen en interviews en trips zijn we even bij 3FM. En we gaan nog even Stars hier doen. Dus altijd gezellig. Destin in de studio. Yes! Overheen kunnen schreeuwen hier. Want, je moet wel wat harder praten hoor, want ik heb geen koptelefoon. Pak eens een koptelefoon, knul, want dit kan natuurlijk niet. Hey, het is geinig, ik kruip even terug een paar maanden terug. Lowlands, ja. Verdomd zeg. Zit deze muts in de studio, komt Destin daar langs en die speelt echt een weergaloze akoestische Stars. Ga je dat nu weer doen? We gaan het nog beter proberen te doen natuurlijk. Briljant. Nou, wij geven ze even een applausje en dan zou ik zeggen take it away. Destin, Stars, akoestiek. This is what
Dave zei net dat het goed was, ik heb mezelf niet gehoord. Dus het zou zomaar kunnen. Dat was fucking goed. Ik hoorde Green Day serieus harder dan mezelf. Ja? Ik hoorde jou, dat is echt heel goed. Ik hoorde vooral Six. Ik ga ja en ik krijg hem. Is onderhand niet helemaal straat kapot of van de week? Ja, ik ben echt kapot. En dan moet je opeens het nummer live op 3FM spelen. Ja, ja, met Green Day tussen hier onder de oor. Ja, ja. Echt in de oor. Harder dan mezelf. Ja, dit is echt goed hoor. Ja, zo goed. Dit is een van de beste nummers. Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring. Absurd, een fucking climax en een nieuw begin van een mooie toekomst. Proost. Iets meer is er. Echt fucking vet, echt fucking vet. Vreden. En trots. Ja, ik ben echt trots. Tering wat vet. Dat zou het zijn. Pinkball is één boy. En dat is? Ah, Pinkball.